Ik zou dit wel de hele dag zo kunnen doen, weet je dat? Gewoon de hele dag alleen maar rondrijden achter pukmolen. Als er een hemel is, Frank, even blij, dan ziet hij er zo uit. Is dat een goede wielrenster? Nou, ze was in 2015 49ste in de Ronde van de IJsseldelta. Oh, dat is niet slecht. Die wielrenners zitten allemaal op Instagram, hè? Die volg ik dan ook. En bijvoorbeeld Philippe Gilbert, hè? Dat is die Belg, hè? Ja. Die 1000 klassiekers gewonnen. Die heeft 91.000 volgers. Ja. Hè? Marianne Vos, beste Nederlandse wielrenster, 52.000. Zo, vind ik ook best veel. Ja, netjes. Bauke Mollema, 67.000. Ja. Robert Gezing, 23.000. Nou is die slecht. Weet je hoeveel zij er heeft? Hey, ons nou. 170.000 volgers, meneer. Is dit een goede truitje ook? Ja, is dat ook? Is dat werkelijk goed? Bewust gedaan of niet? Nou ja, het was eigenlijk omdat ik het warm had. Ja. Ik was in volle test, dus we gaan nog niet naïef doen, hè, Puk? Reëel gezien is het eigenlijk best wel gek. Want jij bent als wielrenster nog nooit als eerste over de meet gekomen. En dan zo'n ongekende populariteit op Instagram. Ik weet het ook niet. Ben je er verbaasd over dan? Ja, toch wel een beetje. Er zijn wel meer mensen die meer hun best doen om volgers te krijgen. En dat gaat vanzelf. Maar ja, ik ben ook gewoon heel aardig en zo. Dus. Dat misschien wel helpt. Ja, dat je wel aardig bent. Ik weet niet of het op Instagram dat nou precies de eigenschap is die het meeste helpt om... Veel mensen die jou volgen op Instagram, die volgen jou. Je bent een mooie verschijning. Vind je dat dan vervelend dat veel mensen jou daarom volgen in plaats van te zeggen van ja, je als wielrenster? Eigenlijk niet. Want ik denk, het motiveert ook wel. Als een hele hoop mensen zeggen van, oh, ze is alleen maar knap en verder kan ze niet veel. Dan heb ik juist zoiets van, kom, ik ga dit bewijzen. Ik wil er dan ook wel bekend om staan dat ik ontzettend hard kan fietsen daar. Ja, precies. Ja, ontzettend hard kan fietsen. Jij studeert ook nog, hè? Niet meer. Ben je gestopt? Ja, ja. Want je deed scheikunde en natuurkunde. Ja, nou, ik wilde dat eigenlijk doen om aan mijn studie geneeskunde te beginnen. Want ik miste een groot deel van natuurkunde en scheikunde. Ja. Ik kon daardoor die studie niet beginnen. Als je dan over een paar jaar nu blijkt dat je wel heel goed kunt fietsen, maar niet goed genoeg bent om zelf koersen te winnen, hè? Dat erop neerkomt dat je moet gaan knechten. Drinkbussen bij de wagen. Zou je dat willen? Nee. Nee, ik geef mezelf wel zeker een paar jaar om echt top te worden. En dan hoop ik ook echt mee te kunnen strijden voor de ereplaats en de echt grote wedstrijden. En als dat niet lukt, ja, dan ga ik weer studeren. Ja? Ja. Je bent Belgische ploeg, ja. Lotto. Vanaf januari. Ja, vanaf januari. Ja. Maar dus in het begin dachten mensen wel van het zo. Ik denk het wel. Ik heb het ze niet horen zeggen, maar ja, dat lijkt me ook wel logisch. Ja. Als het andersom zou gebeuren dan, en ik zou iemand prof zien worden, dan zou ik daar ook wel vraagtekens bij zetten. En het heeft natuurlijk ook wel een aantal voordelen, commercieel gezien, hè, ook voor sponsoren die zeggen, allemaal leuk en aardig, maar die Puk heeft zoveel volgers, ja, dat is voor ons wel interessant. Ja. Dus in die zin helpt het je in je carrière wellicht ook wel. Ja, daarom, dus ik ga er ook zeker mee door. Maar wat voor foto's vinden jouw volgers dan leuk? Welke zijn het populairste? Als ik erop sta, met een fiets het liefst. Het liefst moet met wel fiets. Het liefst een fiets bij staan. Oh ja? Ja? Ja. Daar hou je rekening mee ook. Van oké, als ik met een gieter, dan werkt minder bijvoorbeeld. We zouden eens kunnen proberen. Ja. Stop, toevallig heb ik hier een gieter. Waar haal je het vandaan? Ja, kijk, hou je even een gieter vast. Ja. Ik sta op de foto met een gieter. Ja. Waar slaat dit in godsnaam op? Nou ja, dat gebeurt. Het is een aardige test. Ja, en ik heb ook gemerkt, als mijn vriend op de foto staat, dan vinden ze dat ook niet leuk. Nee? Mensen vinden het niet leuk als jij erbij opstaat op de foto's. Ik ook niet eigenlijk. Ik heb mijn profiel en zij heeft haar profiel. Ja, dus hoeveel volgers heb jij? 17.000. Dus. 17.000. Is net wat minder dan die 136.000, hè? Ja. Hoe komt dat, denk je, dat jij minder volgers hebt? Je hebt geen tieten. Huh? Je hebt geen titel. Zo werkt de wereld. Ja. Hier, die foto met die gieter. Ja. Nog geen 7000 keer geliked. Ja, vind ik niet slecht. Niet slecht, dat is toch hartstikke slecht, man. De gemiddelde Pukmonen-foto die begint pas bij 15.000 likes. En weet je hoe dat komt?
Dat komt niet door die gieter. Dat komt dat jij er bij jou op staat, dikke hamlap. Jij staat het er ook op. Vieze, gore, seksistische baardlul.